De volgende vraag gaat gewoon echt te ver, jongens. De volgende vraag gaat gewoon echt te ver. Wat heb je liever? Gelikt worden door een giraf of gelikt worden door je vader? Oké, jongens. Vandaag moet ik hele belangrijke keuzes maken. Keuzes die ik waarschijnlijk niet aan kan. Ik kan die keuzes gewoon niet nemen. Het is gewoon weer tijd voor een nieuwe Would You Rather op het gameportaal. Hopelijk heb je er weer zin in. Ik heb nu een andere Would You Rather website gevonden, omdat ik de andere een beetje, ja, wat moet ik ervan vinden? Iedereen deed die een beetje, dus ik zag van, hey, ik wil eventjes origineel zijn. Laat ik een andere website zoeken. Als we de 2 likes halen, zou ik zeker weten nog een keer een Would You Rather doen. En weet je wat, we gaan gewoon meteen beginnen. Wat is Would You Rather? Nou, je krijgt een dilemma, zoals je bent de president van Amerika en je verdient superveel geld, maar je verprust Amerika. Of je bent minister-president van Nederland. En je fixt Nederland. En dan moet je kiezen daartussen. De volgende Would You Rather wil ik met jullie comments doen. Dus maak alsjeblieft eventjes een soort van dilemma gebeuren. En dan ga ik die de volgende keer gebruiken. Wat zou ik doen? Doodgaan. En terugkomen als een zombie. Leven in een hotel voor 100 jaar. En dan ben je een miljonair. Of je hackt Google. Je gaat naar de gevangenis en komt terug als een zombie. En je probeert dan de wereld kapot te maken. Ik zou dan wel 100 jaar willen wachten hoor. Ook al ben je dan een zombie. Maar je bent dan miljonair. Dus die kiezen we. En ik denk dat de meeste mensen met me eens zijn. 65% is gewoon met me eens. En dat is gewoon super terecht. Wat heb je liever? Dat je voor de rest van je leven geen vrienden hebt. Of dat je geen technologie hebt met je moeder. Ik denk dat je dan niet echt contact hebt met je moeder. Vrienden of moeder? Ik denk gewoon moeder, toch? Ik hoop het tenminste. Ja, mijn vrienden zijn ook best wel belangrijk. Maar je hebt familie. Je hebt de familie om je heen. Dus ik ga kies deze keer gewoon voor familie. Oké, wat heb ik liever? Dat je wordt gevangen door Osama Bin Laden. Nou, hier staat Bin Laden. Ik zeg gewoon Bin Laden, niet Bin Laden. Wie de fuck is Bin Laden? Of je wordt opgepakt door de koningin. Dan heb ik liever de koningin. Ik wil niet weten wat Bin Laden met mij zou doen. Ik wilde ook natuurlijk niet weten wat de koningin met me zou doen. Maar ik ga even zo denken. In Nederland heb je hele matige straffen. No offense, maar dat is zo. En ik weet niet wat Bin Laden doet. Maar Bin Laden is al dood. Bin Laden is gewoon al dood. Maar dan ben je nog wel te pak genomen door Al-Qaeda. De koningin mag me oppakken. Je sterft. Arm. Maar niet alleen, of je sterft rijk. Maar alleen. Wat zou ik dan kiezen? Je zou dan alleen sterven of alleen... dus het is eigenlijk sterf je met vrienden of zonder vrienden. Hoe kan ik dat even bedenken? Dat je bijvoorbeeld op een boot zit en dat je tegen een ijsberg aan knalt. En dat je dan met je vrienden allemaal de Atlantische Oceaan in gaat. Of ik heb geen flauw idee. We gaan het even zo denken. Dit is lastig. Ik weet niet wat ik wil. Dit zijn van die vragen waar je denkt van... wat de fuck moet ik mee? Ik ga gewoon... Ik heb liever dat ik alleen dan dood ga en rijk. En 65% is gewoon weer met me eens, jongens. 65%. Rij met een auto door lava of vlieg. Normaal, gewoon voorzichtig als een piloot. Nou, gelukkig hier hebben wij geen vulkanen. Dus dat is al gelijk goed. Nou, volgens mij zijn er vroeger vulkanen geweest in Limburg. En dat zijn nu bergen. Als ik het goed heb, als ik het fout heb, mag je me slaan. Dus, maar ik ben liever toch dan wel een piloot. Dat was wel altijd een droom van mij vroeger. Een piloot worden. 22%? 22% wil door... 88% wil door de lava rijden? Waarom? Oké, wat heb ik liever? Kaas of toast? Kaas of toast? Nou, geef mij maar gewoon toast. Ik vind toast wel lekker. Wat heb ik liever? Dat je met je schoenen in de hondenpoep stapt of... Stappen in zo'n grote klodder met kauwgom. Zoals ik weet is het best wel moeilijk om kauwgom onder je voeten weg te krijgen. Of onder je schoenen. Maar het stinkt niet zo erg. Ik heb liever kauwgom dan poep aan mijn schoenen. Ik heb zo vaak poep aan mijn schoenen gehad. Ik heb zelf een keer poep aan mijn handen gehad. Omdat ik dacht dat het een tak was. Ja. Dus ik ga deze keer gewoon voor kauwgom. En 28% heeft liever dat ze in de poep staan. Oké, wat heb ik liever? In de gevangenis voor 10 jaar of in coma voor 20 jaar? Geef mij maar liever dan 10 jaar. Ik heb liever 10 jaar gevangenis, dat je tenminste nog wat meekrijgt dan in 20 jaar in slaap zijn. Dus geef mij maar gewoon 10 jaar jail. Ietsje meer dan 50% is sowieso met me één. Wat heb je liever? 1 hele goede vriend. Echt je beste vriend, die je maar kan wensen. Of heel veel vrienden. Maar daar heb je waarschijnlijk minder contact mee. Ik heb dan liever 1 hele goede beste vriend. Zo ben ik dan. Ik weet niet hoe jullie erover denken. Maar ik heb liever dan 1 beste vriend. Wat heb ik liever? Een lolly van poep? Of een beker met kots drinken? Dit is echt heel nasty. Wie bedenkt zulke dingen nou weer? Dan ben je toch niet 100 punten? Dan ben je echt niet 100 punten. Maar als ik moest kiezen...
Dit is nasty. Poep is gewoon, dat komt letterlijk uit iemands kom. Oh my god. Ik ga dan... Ik weet het niet. Ik weet het gewoon echt niet. Want bij een lolly moet je meestal erop zuigen, hè? Moet je dat zo even... Dat zo moeten jullie even bedenken. En met een beekje kots kun je dat gewoon zo... Dan proef je er niks van en dan... Ik weet niet. Ik weet het echt niet. Wie komt er nou sowieso met deze dingen? Oké, weet je wat? We gaan voor een beekje met kots. Oeh, 50%, iets meer dan 50% is met me eens. Daar ben ik zo blij mee. Oké, wat heb ik liever, jongens? Een schaap aanraken of tos of een horse? Ik weet niet wat tos of is, maar ik heb niks met paarden. Sorry, fanbase van paarden. Haat me alsjeblieft niet. Haat me alsjeblieft niet. Dus ik ga gewoon voor schapen. 74% zou dat ook doen. De volgende vraag gaat gewoon echt te ver, jongens. De volgende vraag gaat gewoon echt te ver. Wat heb je liever? Gelikt worden door een giraf of gelikt worden door je vader? Hoe komen mensen hierbij? Hoe komen mensen hierbij? Hebben die een beetje drugs gebruikt? Oké, maar ik word dan liever gelikt door een giraf. Waarom zou je gelikt willen worden door je vader? Een giraf, als je even zo denkt, je kunt gewoon denken van... Een hond of een kat likt je ook af en toe. Dus waarom kan een giraf jou niet likken? En als je vader je likt, zoek dan eventjes contact met de politie, oké? Oké, likken bij een giraf. 73%, hey! Wat heb ik lief? Een baby krijgen op de 10e of een baby krijgen op de 60e? Ik denk dan toch... Oh god. Zou ik dan voor een 10e gaan? Want als je 60 bent, krijg je hoogstens misschien maar 20 à 25 jaar je kind te zien. En als je 10 bent, misschien leef je zelf nog langer dan je kind. Weet je wel, ik heb dan liever een kind met mijn 10e. Vraag me niet waarom. Wat heb ik liever, geen voeten hebben of geen handen? Ik heb dan liever geen voeten. Want handen, ja, dan kun je dingen oppakken zoals een camera. Of een telefoon. Of een muis dat ik video's kan maken. Dus ja, wat heb ik liever, mijn tenen stoten of je tong bijten? Nou, ik heb liever dan dat ik mijn tong bijt met mijn... Holy shit. Wat kan je teen stoten pijn doen? Oké, ik ga jullie een verhaaltje vertellen, oké? Weet je waarom ik liever op mijn tong bijt? Omdat ik ooit een keer mijn teen heb gestoten aan iemand anders hak. En toen stond mijn teen niet zo, maar zo. En dat deed pijn. Hij was volledig uit de kom. En dat was echt niet leuk. Dat was echt pijnlijk. Dat was echt niet cool. Dus ik bijt liever op mijn tong, jongens. Waarom... Wat heb ik liever? Je baas ontslaan of dat de baas jou ontslaat? Nou, ik heb dan liever dat ik de baas mag ontslaan. Dan word ik niet ontslagen, zodat ik nog geld verdien. Dus fire your boss. Wat een stomme vraag. Wat een stomme vraag. En 84% is met me eens. En dat is ook terecht. Wie wil er nou ontslagen worden? Nu komt de sexy part, jongens. Wat heb je liever? 2 uur met je dream persoon, met je droompersoontje. Maar je mag alleen maar... Making oude zoenen. Of je mag een dag met je droompersoon hangen. Maar je mag niet kussen. Nou, ik heb wel zin om even te zoenen. 53% is het met me eens. Nee, ik weet echt niet wat ik daarmee moet. Nee, ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden. Oké, wat heb ik liever? Een zwerver eten of de hond van een zwerver? Oké, om zo maar te zeggen. Voor de gezondheid... Eet ik dan liever de hond van de zwerver? Maar, waarom? Daar komt waarom. Omdat de zwerver meestal meer tijd en energie in zijn eigen hond stopt dan aan zichzelf. Ik heb het gezien in New York. En die honden hebben het best wel goed hoor. Ja, niet zo goed als bijvoorbeeld Kelso hier beneden. Voor het straatleven hebben ze het best wel goed. En waarom zou ik een mens eten? Ik wil geen mensen eten. Dus ik eet dan liever een dier. Zoals, waarom mogen we wel kippen eten en geen honden? Nee, dit is echt heel raar. Ik kies gewoon voor dat. Oké, wat heb ik liever jongens? Een naughty film. Dus een soort van seksuele film kijken. Voor de rest van je leven non-stop. Of je wordt blind en doof. Ik wil niet blind en doof worden, jongens. Dan kun je niks. Dan kun je letterlijk niks. Dus ik heb liever dat je dan een vieze film kijkt. 24/7. I don't give a fuck. 24/7. 24/7 een pornofilm. Wat heb ik liever? Een pratende kat of een pratende hond? Nou, geef mij maar gewoon een pratende hond. Want ik wil wel weten wat Kelso beneden denkt. Ik wil wel echt wel weten. Want die hond is zo aanhankelijk aan ons. Die wilt overal bij zijn waar wij zijn. Dus ik wil gewoon wel weten wat Kelso bijvoorbeeld denkt. Denkt hij zo van... Oh, ik ga nu bij Ronald zitten, want hij is mijn beste mattie. Of denkt hij van... Ik ga nu bij Ronald zitten omdat hij geen vrienden heeft. Je weet maar nooit. Dus ik heb liever een pratende hond. 77% gaat voor een fucking pratende kat. Oké, wat heb ik liever? Dat mijn skin, dus mijn huid eraf wordt gehaald. Wanneer ik nog leef, dus ik voel alles.
Of ik moet de hele dag naar Justin Bieber luisteren. Nou, zoals ik weet heeft Justin Bieber de afgelopen tijd best wel goede muziek uitgebracht. Ja, ik weet niet. Komt huid terug? Ik weet niet. Komt huid terug? Ja, als je een wond hebt. Ja, huid kan terugkomen. Maar ik weet niet. Mij lijkt het niet zo fijn om je vel eraf... Nee, geef mij maar Justin Bieber dan. Wat heb ik liever? Dat je 4 jaar in een cel zit voor iets wat je niet hebt gedaan... of 10 jaar in de cel zit voor iets wat je wel hebt gedaan? Nou, 4 jaar is korter. Echt, 4 jaar is korter. Dus ik ga gewoon voor 4 jaar. Hey, koppie, jongens. Koppie. Wat heb ik liever? Wat ben ik liever? Een kat die niet kan springen of een hond die niet kan bijten? Nou, ik heb dan liever een hond die... ik ben dan liever een hond die niet kan bijten. Omdat je andere mensen niet pijn kan doen. Maar volgens mij kun je dan ook niet kauwen. Ik heb geen flauw idee, maar ik ben een hondenliefhebber. Dus ik ga voor een hond. En weer meer kattenliefhebbers, hè. Gewoon weer meer kattenliefhebbers. Oh my god. God, zulke vragen, jongens. Wat heb je liever? Dat je de kont van een kvark voor 3 jaar moet likken? Of dat je seks moet hebben met een geit? Eenmalig. Deze mensheid. Ik ben, om zo maar te zeggen, seks kan al zijn. Oh god, nee. Oh god, als je eenmalig doet, ben je er wel meteen van af. Maar het is zo smerig, jongens. Het is zo fucking ranzig. Maar waarom zou je 3 jaar een kvark zijn kont willen likken? Kan het ook gewoon zo zijn, zo, een tikkie, zo? Dan heb ik dat liever. Dan seks hebben met een geit. Maar een lick a pig's butt for 3 years. Er staat niet... Oh, je moet dan continu likken voor 3 jaar, zo. Nou, dan heb ik liever dat ik 1 keer seks heb gehad met een geit. Oh god, ik voel me zo ranzig. Dat 27% hiervoor heeft gekozen. Ik voel me zo smerig. Oké, wat ben ik liever? Kleurenblind of dat je geen smaak kan proeven? Nou, dan ben ik liever kleurenblind. Waarom? Omdat je tenminste dan wat kan... Dan kun je tenminste wat proeven. Zeg ik, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Vergeet dan niet om een duimpje omhoog te smissen. Het zou super vet zijn als we gewoon de 2 likes halen. Zeg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Dag. Gewoon meteen beginnen. Ik ben benieuwd hoe we dit gaan maken. Oké, we zoeken eerst een aantal items die wij sowieso willen gebruiken. Ik zie hier iets met een krab. Oké, die pakken we erbij.